Ik wacht al een paar weken om aan dit project te beginnen. Ik heb hier super veel zin in, want vandaag ga ik uit deze vlakke platen een Cybertruck body maken. Komt-ie! Dit is een project wat gesuggereerd werd door een van mijn subscribers. Ik had gevraagd wat ik met die RC-auto ging doen die ik gekocht had voor de solenoid engine, wat nooit ging werken. En toen kreeg ik de tip, maak er een Cybertruck van. Toen dacht ik, ja, tuurlijk. Om hier een Cybertruck van te maken, moet ik aan het chassis een paar dingetjes aanpassen. Maar we gaan beginnen met die cover die hem het uiterlijk van de Cybertruck moet geven. Ik heb hem ontworpen als vlakke plaat die ik heb laten lasersnijden. Ik heb de lijnen waar ik hem moet buigen laten graveren, zodat ik precies weet waar ik hem moet buigen. Dus ik hoef hem nu alleen nog maar te buigen en te maken. Laten we dat gewoon gaan proberen. Heel moeilijk om dit recht te krijgen. Dit lijkt goed te werken. Klein beetje inslijpen en dan met de platte tang netjes zo ombuigen. Ik weet nog niet hoe ik dat hier ga doen, want daar kan die tang niet op. Maar ik kan het daar in ieder geval inslijpen. En zoals je zag heb ik deze handige toeltjes geprint die precies de hoeken aangeven die ik wil hebben. Dat maakt het heel makkelijk om het uiteindelijk precies zoals in het model te krijgen. Ik klem er nu een kokertje in de hoop dat ik zo op die harde lijn van de koker mooi dit kan omtikken. Een stuk beter. Ik ben geen autokenner, maar dit begint er toch een heel eind op te lijken. Heel gaaf. Deze nog wat verder buigen en dan die nog. Maar het kan dus wel. De zijkanten zijn bijna af, moet je zien. Het is zowel makkelijker als moeilijker dan ik dacht. Het buigen zelf is wat lastiger, maar het wordt best wel gewoon mooi. Dus dat, daar ben ik wel blij op. Maar we zijn er nog niet. Deze dunne rand hier, die is best wel lastig. Ja, het raampje gaat gewoon steeds openstaan. Bam, Cybertruck. Hey, moet je dit zien, hè? Al het buigwerk zit erop zo'n beetje, in grote lijnen. Ik moet het nog een klein beetje tweaken zo her en der, dat het goed blijft zitten straks. Maar wat is dit vet. Wat ik eigenlijk het vetste vind aan dit project is dat ik zoiets nog nooit zelf gedaan heb. En blijkt dat je dat gewoon kan dus. Het is niet onmogelijk. Dat is zo gaaf. Dus als jij nou ook je projecten hebt waarvan je denkt van ja, dat wil ik doen, maar dat kan toch nooit? Ga het gewoon proberen. Ga ik hiermee redden. Ik wil natuurlijk niet mijn werkbank verbranden of mijn werkplaats. Vuur! We'll be right back.
Hier was het bijna gesmolten, het aluminium. Dat wil je niet. Het is ook best wel lekker verbogen. Maar dat komt vast goed. Als ik straks al deze verbindingen gesoldeerd heb, dan ga ik nog weer wat werk doen om helemaal in model te kloppen. Of buigen en doen. Maar ik vind het niet gek tot nu toe. Ik moet die nog en dan deze lange. Die lange zijn wel moeilijk, denk ik. En dan is al het soldeerwerk ook al gedaan. Ik moest niet gaan buigen. Ik denk dat ik toch iets moet gaan vinden om dit te kunnen klemmen. Terwijl ik het ga verhitten. Alleen, het heeft zoveel rare hoeken dat je echt nergens bij komt. Het hoeft misschien ook maar een klein beetje. Je kan niet zelfs met lassen een paar hechtjes geven, want zo gauw je het heet maakt, wordt alles weer heet. En gaat alles weer bewegen, dus dat werkt niet. Maar dit is de positie waarin hij moet blijven zitten. En dat doet hij niet. Hoe gaan we dit doen? Hoe kan ik jou vastklemmen? Moet je zien, dat stukje ziet er heel goed uit. Alleen hier zo blijft hij steeds maar losspringen als ik hem verwit. Nu zit hij weer helemaal goed. Dus als ik de vlam erop zet, gaat hij. En dat wil ik niet. Dus ik ga denk ik toch eerst dit stukje doen. Kijken of ik dit koel kan houden terwijl ik dat daar soldeer. Alles zat vast, totdat het dus niet meer vast zat. En ik durf me eigenlijk niet om te draaien om te kijken. Hij is ook nog loeiheet, dus misschien moet ik er ook gewoon nog even mee wachten. Het begon zo goed aan de achterkant. Die achterkant ging super simpel. Toen dacht ik, nou, kan de hele wereld aan. En de voorkant is wat moeilijker. Dit ziet er niet uit. Dit is niet wat je wil. Ik was zo ver. Ik had dit allemaal mooi gezet. Super gaaf geworden. Ik had die achterkant gedaan. Ook heel vet. En nu kan ik helemaal opnieuw beginnen. Het begon dat ik het niet lekker geklemd had. Toen ging het bewegen tijdens het solderen. En alles wat ik geprobeerd heb om het beter te maken, maakte het alleen maar erger. Nou heb ik er gelukkig nog twee. Ja. Die zijn nog helemaal vlak. Ik ga er gewoon nog eentje buigen. En dan gaan we kijken hoe dat gaat worden. Ik heb hier wel een hoop van geleerd. Dus ik kan nu in ieder geval alle dingen inslijpen. Voordat ik ga buigen. En dan kan ik daar in ieder geval goed bij. Zou dat in ieder geval makkelijker moeten zijn. Het is dat het zoveel tijd kost. Maar eigenlijk zou je elk project twee keer moeten doen. Bij de eerste keer leer je dingen. En dan ga je het nog een keer doen. En dan leer je weer andere dingen. Nou, zoals deze, die had ik bij de eerste keer niet bedacht. En dit werkt wel heel makkelijk. Vuur! Bijna. Vuur! Oké, ik heb een plan B. Achterkant heb ik weer gesoldeerd. Dat ging goed. Ziet er strak uit. Moet ik alleen nog even opschuren. Maar voor de voorkant heb ik net nog wat testjes gedaan op die oude. En zo gauw ik hier gewoon een vlam op zet, gaat het krom trekken en schuiven. En dat wil ik allemaal niet. En ik denk niet dat ik met mijn tools en skills hier dit hele flinterdunne plaatwerk mooi gesoldeerd ga krijgen. Dus wat ik ga doen, of wat ik heb gedaan. Ik heb metaal epoxy gekocht. En het voordeel daarvan is, ik kan het nu heel rustig allemaal op zijn plek tapen. Zit het precies zoals ik het hebben wil. Schuur ik het op, doe ik de epoxy in en... Want epoxy zelf is niet zo sterk. Maar net als met auto's en carbon haalt het zijn sterkte vaak uit de vezels. Ga ik van deze doek reepjes snijden. Die ik vervolgens hier zo in kan plakken. Wordt het misschien nog wel sterker dan het solderen. Zo,
Terwijl deze nu even lekker gaat drogen. Terwijl deze nu even verder kan drogen, de epoxy hier in de randen, ga ik de ramen maken. Ik heb een computer template gemaakt die ik mooi uit polycarbonaat kan zagen. En ook tegelijkertijd ga ik op de freesmachine de verlichting maken. Hier en hier komt een blokje polycarbonaat ook, waar ik ledjes in kan gaan doen straks. En dan zou dat er heel vet uit moeten zien, net als in het echt eigenlijk. Plastic erin. Epoxy hier is helemaal droog en dit ziet er super strak uit. Het is heel sterk geworden, dus daar ben ik heel blij mee. Dit is wat ik gekocht heb om hem op te vullen. Dit zou aluminiumkleur moeten zijn. Ik dacht dat ik een klein potje had, maar dat is niet helemaal gelukt. Het was wat meer dan ik dacht. Oeh, dat is wel redelijk aluminiumkleur. Ik denk dat als je dat daarop doen, dat het wel goed wordt. Ik heb er een vrij dikke laag op gesmeerd, omdat het alleen in het randje smeren best wel moeilijk was. Dus nu laat ik dit gewoon zo droog en dan schuur ik straks alles weg wat ik niet nodig heb. Deze is helemaal mooi geschuurd en met Scotch-Brite helemaal mooi glad gemaakt. Ik kan hier natuurlijk nog uren op doorgaan, maar ik ben hier tevreden mee. Volgende zijn de lampjes. Deze passen nu, dus ik hoef alleen nog maar de lampjes erin te maken. Dan natuurlijk de echte test. Kijk hoe de ramen zijn. Ik bedoel maar. Nou, nu we dat weten, volgende week ga ik hiermee verder. Dan ga ik de spoilers maken, dan ga ik de bumpers maken en dan ga ik deze ook op het chassis vastmaken. Super gaaf.